Mijn naam is Jan-Willem Veerman en ik wil u in dit college iets gaan vertellen over het meten van behandeleffecten in de zorg voor mensen met psychische problemen of gedragsproblemen, zoals in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, en wel speciaal over het meten van behandeleffecten door behandelaars zelf. En voor u nu wegstapt of afhaakt, moet u een paar dingen bedenken. Meten is iets wat we heel vaak doen in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je wil afvallen in gewicht, dan kan dat niet zonder weegschaal. Als je je wekelijkse rondje hardlopen of fietsen wil verbeteren, dan kan dat niet zonder een tijdmeting. En als je naar de huisarts gaat voor een hoge bloeddruk, dan zou je heel gek staan kijken als de huisarts de bloeddruk niet zou opmeten. En je zou nog gekker staan kijken als je na een paar maanden medicijnen slikken terug zou komen en de huisarts nog steeds niet je bloeddruk zou opmeten en je gewoon in je ogen zou kijken en zou zeggen, nou, ik denk wel dat het wat beter met u gaat. In al deze voorbeelden, en het zijn er maar een paar, gaat het om dat er een doel gesteld wordt en dat er acties bedacht worden om dat doel te bereiken. En in deze voorbeelden zou niet meten, zou gelijk zijn als geblinddoekt schieten op een doel. En dat is nou juist de situatie waarin veel behandelaren in de zorg voor mensen met psychische en gedragsproblemen mee zitten. Zij lijken soms geblinddoekt te schieten op een doel. Er worden wel doelen gesteld, maar er wordt weinig tot niet bijgehouden of die doelen ook bereikt worden. Die tijd lijkt nu over. Niet alleen de zorgfinancier vraagt om heldere uitslagen, heldere resultaten over de behandeling, maar ook behandelaars zelf hebben er baat bij hun effecten te meten. In dit college wil ik laten zien hoe dat er zo ongeveer uitziet. Ik kan niet op alle details ingaan, het gaat om de grote lijn. Ik wil wat achtergronden laten zien. Ik wil laten zien welke varianten in het meten er zijn. Ik wil wat voorbeelden uit de praktijk geven. Ik wil ook laten zien wat meten toevoegt, want dat is belangrijk. Het is niet alleen de zorgfinancier die vraagt om te meten, maar u heeft er zelf ook wat aan. Ik wil laten zien hoe u succesvol aan de slag kan gaan. En tot besluit heb ik nog een paar stellingen voor u. Laten we beginnen met een paar simpele constateringen. Behandelaars willen graag effectief werken. Cliënten willen de beste zorg en financiers willen waar voor hun geld. Wie zal het daar nou niet mee eens zijn? En om hieraan tegemoet te komen is vandaag de dag het sleutelwoord evidence-based practice. Een behandelpraktijk die bewezen effectief is door wetenschappelijk onderzoek. Iedereen heeft het vandaag erover. Mensen op de werkvloer hebben het erover, bestuurders in hun bestuurderskamer hebben het erover, zelfs financiers, zoals zorgverzekeraars en gemeenteambtenaren hebben het erover. Alleen er is een probleem. We hebben soms het idee dat die evidence-based practice al onder ons is, maar bewezen effectieve behandelingen komen veel minder voor dan wij denken. Er zijn schattingen die zeggen dat in de jeugdzorg en in de geestelijke gezondheidszorg maar minder dan 10% van de behandelingen die dagelijks worden uitgevoerd bewezen effectief is. Meer gebruik is lastig, daar zijn allerlei redenen voor. Komt slechts mondjesmaat op gang. Mijn schatting is dat het nog jaren duurt voordat we de zo gewenste evidence-based practice hebben. Intussen tijd moeten we wel wat. Er is een groot gat tussen wetenschap en praktijk en dat gat moet opgevuld worden. Het kan alleen maar als we in de praktijk van de zorg zicht gaan krijgen op effectiviteit. Het gat, zeg ik altijd, moet bottom-up van beneden vanaf de werkvloer opgevuld worden. En dat betekent, dat heeft als implicaties, dat behandelaars zelf moeten gaan meten. En dan gaat het niet zozeer om evidence-based practice die als het ware van boven afdaalt om behandelaars te voeden met kennis. Maar het gaat om practice-based evidence, de evidence die behandelaars zelf in de praktijk gaan zoeken om de effectiviteit van hun behandelingen te laten zien. Waarom zouden ze dat nou doen? Waarom zouden die behandelaars nou zelf moeten gaan meten? Ik zeg altijd de drie P's, professionaliseren, profileren en profiteren. De eerste plaats, leren behandelaars zelf van het meten. Dat heeft te maken waar we het in het begin over hadden, van het schieten op een doel. En je wil weten of je dat doel al aan het bereiken bent of niet. Daar word je beter van, daar worden je behandelingen beter van. Profileren, dat gaat erom dat je naar buiten toe wil laten zien, naar de zorgverzekeraars, naar de maatschappij, in de eerste plaats natuurlijk naar je cliënten, dat het werk effecten heeft. Dat is goed voor de legitimering van het vak.
En profiteren, dat gaat om kennis delen. Als behandelaars meten en de gegevens worden bij elkaar gelegd, dan kan wetenschappelijk onderzoek laten zien wat werkt en wat niet werkt. En dat is heel goed voor de positionering van het vak. Veel gebruikte termen vandaag de dag zijn, die staan hier op de sheet, routine outcome monitoring of routine outcome measurement, ROM wel genoemd. Het ROM is op zich al een woord aan het worden, het is soms al een werkwoord. Ik ROM, wij ROM, rommen jullie al? Nee, wij zijn nog niet bezig met rommen. Zo zie je hoe dit soort woorden hun eigen leven kunnen geleiden. U heeft er vast wel eens van gehoord. Er zijn een heleboel andere termen die daarvoor gebruikt worden. En het komt eigenlijk steeds op hetzelfde neer. En wil ik ook een definitie geven. Het komt steeds neer op dat je systematisch veranderingen volgt bij cliënten. Veranderingen in problematiek of competenties. Via het herhaald, als onderdeel van het werk, afnemen van gestandardiseerde tests of vragenlijsten. En dat niet alleen het afnemen gebeurt, maar dat ook de gegevens benut worden voor interne behandelplanning en evaluatie. Zowel in het primair proces, dus in contact met de cliënt, als het beleid en de externe verantwoording naar derden, onder andere de financiers. Om een idee te geven hoe dat meten in de praktijk er nu uitziet, wil ik u twee varianten laten zien. Het gaat om in die varianten om gedragstherapie van een meisje van 14 jaar voor depressie. De behandelaar heeft bij aanvang van de behandeling een depressievragenlijst afgenomen en doet dat bij einde weer. Een variant 1 betekent dat er alleen een voor- en een nameting is, aanvang en einde. U ziet hier de scores, de blauwe balkjes geven de scores weer en de rode streep, dat geeft de grens aan tussen het klinisch gebied en het normaal gebied. Dat betekent cliënten die in het klinisch gebied scoren, die hebben ook echt nadrukkelijk met een depressie te maken. Cliënten die onder dat gebied scoren, hebben lichte vormen van depressie of misschien nauwelijks meer last van depressie. U ziet dat deze cliënt, dit meisje, bij de voormeting hoog in het klinisch gebied scoort. Een score van 25 ligt hoog in dat gebied. Na de behandeling scoort ze rond de 14, 15 en de score is behoorlijk afgenomen. En de behandeling was dan ook op die manier succesvol afgesloten. Dit is de eerste variant. Wat de therapeut hiervan leert, is dat hij in geslaagd is depressie te verminderen. En hiermee kan hij zich ook legitimeren naar de cliënt, maar ook naar de verzekeraar, dat de behandeling succesvol is geweest. In de tweede variant gaat het over hetzelfde meisje, is weer die depressievragenlijst afgenomen. En de eerste meting, de aanvangsmeting, die is dezelfde en de slotmeting is ook hetzelfde. De scores zijn precies dezelfde. Maar de therapeut heeft hier tussentijds ook nog twee keer gemeten. Hij heeft elke maand die lijst afgenomen. En hij merkte dat het aanvankelijk goed ging. Bij de tweede meting was de score behoorlijk gezakt. En was zelfs onder die klinische grens gekomen. Dus de depressie was toch duidelijk verminderd. Maar een maand later was er kennelijk iets gebeurd waardoor die problemen weer de kop op hadden gestoken. En de therapeut moest hard aan de slag om te kijken en te bedenken wat hij zou moeten doen in overleg met zijn cliënt om toch de problemen weer te laten afnemen. Dat is hem kennelijk ook gelukt, want bij de eindemeting is er een behoorlijk laag score. Het voordeel hiervan is dat je het beloop kan laten zien en dat de therapeut ook kan bijsturen. Dat hij onderweg merkt hoe het gaat en dat hij in de richting van zijn doel maatregelen kan nemen om dat doel ook goed te bereiken. Ik wil nu wat voorbeelden uit de praktijk bespreken. En ik wil eerst een indeling in niveaus van gebruik maken. De vorige voorbeelden die ik al heb laten zien, die lagen echt op dat microniveau. Dat betekent dat het meten gebruikt wordt en het meten van effecten zichtbaar wordt in een individuele situatie waarbij het gaat om een hulpverlener en zijn of haar cliënt, microniveau. Maar een hulpverlener kan zich ook gaan afvragen als hij een tijdje aan het meten is geslagen bij zijn cliënten van hoe doe ik het eigenlijk als hulpverlener? Hoe ziet mijn caseload eruit als ik probeer de gemiddelde effecten te berekenen? Dat kan ook in een team zijn, dat een team die een bepaalde behandeling uitvoert wil weten van hoe doen wij het als team, wij als hulpverleners met elkaar, hoe doet ons team het? Qua effectiviteit. Het kan ook om afdelingen gaan binnen een instelling. Dat noem ik het mesoniveau. En één niveau hoger is het macroniveau, waarbij het om de instelling als geheel gaat. Waarbij je een instelling wil laten zien
welke effecten zij bijvoorbeeld in een bepaald jaar bereikt hebben, dat is het in een jaarverslag, hoe zij staan ten opzichte van andere instellingen, hoe zij zich verhouden tot landelijke cijfers, en dat is dan het macroniveau, en dan heb je meestal met benchmarking te maken. Ik geef eerst een voorbeeld van het microniveau, dat lijkt ook een beetje weer op de vorige voorbeelden, maar hier ziet u drie aspecten tegelijk gemeten. In het vorige voorbeeld ging het om depressie. Hier gaat het om gedragsproblemen bij een jongen van 11 jaar. Er worden drie aspecten tegelijk in beeld gebracht. Het gaat om internaliserende gedragsproblemen. Dat zijn teruggetrokken depressieve gedraging, externaliserende gedragsproblemen, agressief, acting out gedrag en een totaalscore over alle gedragsproblemen. U ziet weer een voormeting en een nameting. De blauwe balk is de voormeting, de rode balk is de nameting. U ziet dat er aan het begin duidelijke problemen zijn. De hoogte van de scores liggen ook in het zogeheten klinisch gebied. Er is sprake van problematiek. Bij de nameting, bij de rode balkjes, zijn de problemen beduidend afgenomen. En u ziet dat zeker met internaliserende problemen, de problemen in het normale gebied liggen. Er zijn geen al te ernstige problemen meer. Bij externaliseren zijn er nogal wat restproblemen. En bij totale problemen zit het er zo'n beetje tegenaan. Dit is een voorbeeld wat ook behandelaars te zien krijgen als zij de vragenlijst die hier genoemd wordt, de bekende Child Behavior Checklist, laten invullen door hun cliënten. Dit is een voorbeeld uit het computerprogramma Bergop. Wat ik u ook wil laten zien is dat de effecten die u in beeld ziet, dat is eigenlijk steeds het verschil tussen het blauwe balkje en het rode balkje. En als u een beetje door uw oogharen kijkt, dan ziet u dat het effect bij externaliseren, het verschil tussen dat rode balkje en dat blauwe balkje, iets groter is dan bij internaliseren. Dat effect, die effectgrootte, kan ook rechtstreeks in een getal worden uitgedrukt. De effectgrootte of de effectsize. En daarmee neem ik u mee naar het volgende voorbeeld. Hier staan effectsizes in beeld gebracht. Dit gaat om de gedragsproblemen die behandeld zijn door een team van IOG. IOG staat voor intensief orthopedagogische gezinsbehandelingen. Het gaat om ernstige problemen, multiprobleemgezinnen. De gezinswerker gaat naar de gezinnen toe en probeert in de thuissituatie veranderingen te bewerkstelligen. Externaliserende of ernstige gedragsproblemen zijn vaak een belangrijk aspect dat veranderd moet worden. Dit zijn de gegevens van een team. U ziet links op de i-as staan de effect size. U hoeft niet precies te weten wat het betekent. Het is een algemeen geaccepteerde maat waarbij als de effect size boven de half uitkomt, de 0,5 uitkomt, er sprake is van een middelgroot effect. En als die boven de 0,8 uitkomt, is er sprake van een groot effect. Deze gegevens komen uit ons eigen onderzoek. Wij begonnen in 1999 met onderzoek te doen naar de effecten van dit team. En die behandelaar snapte dat concept van die effectsize prima. Die zei oké, in 1999 haal ik een score van 0,5 ongeveer. Ik zit daar net boven. Dat is op zich middelgroot. Maar ik snap ook heel groot dat 0,8 eigenlijk wel een mooi ideaal is. En eigenlijk heb ik stiekem de ambitie om boven de 1 te komen. Zij gebruikte de rapportage die we elk jaar gaven van de effecten van haar team. En dat waren steeds zo'n 50 tot 70 gezinnen, waar we dan een totaalrapportage over gaven. Zij gebruikte die rapportages om te bespreken met haar team, om ervan te leren wat hebben we dit jaar gedaan, wat is goed gegaan, wat kunnen we beter doen om volgend jaar betere effecten te bereiken. Moeten we de methodiek bijstellen, moeten we op een bepaalde manier de contacten met de gezinnen verbeteren. En u ziet hier dat ze door de jaarlijkse besprekingen en met die ambitie om steeds hoger te komen, waarin geslaagd is in de loop der jaren de effecten steeds groter te laten zijn op het gebied van gedragsproblemen. En dit voorbeeld geeft aan hoe je dus niet op individueel niveau kan leren, maar ook als team kan leren van effecten en kan leren om jezelf te verbeteren. We spreken ook niet voor niks steeds over meten en verbeteren. Dat idee van effectsize wil ik ook meenemen naar het voorbeeld op macroniveau. Hier zien we een aantal teams staan, landelijke teams die zich bezighouden met dezelfde type gezinsbehandelingen. Op een gegeven ogenblik was er in Nederland een soort wildgroei aan type behandelingen. We hebben in een eigen onderzoek er wel meer dan 90 vormen van dit type behandelingen gevonden. En een aantal daarvan hadden ook effectgegevens. Die hebben we op een rijtje gezet en hier heb ik een selectie voor u gemaakt van die gegevens. U ziet hier links het IOG-team staan. Die haalt hier gemiddeld, dat is dus het team wat we net hebben laten zien, te midden van allerlei andere teams in Nederland.
gemiddeld een score van 0,6. En u ziet hier ook allerlei andere teams staan. Die hebben allemaal mysterieuze afkortingen. Ik zal er een paar van bespreken. Families First, dat is FF. IPG is intensief psychiatrische gezinsbehandelingen. MFA is multifunctioneel aanbod. VHT is video home training. Het gaat weer om de effecten op externaliserende gedragsproblemen van kinderen. En u ziet hier dat het IOG-team, als we dat weer even als uitgangspunt nemen, prima scoort, 0,6, dus een middelgroot effect. U ziet ook dat er teams zijn die lager scoren, zoals JT, jeugdhulp thuis, of VHT, video home training. U ziet ook dat er teams zijn die flink hoger scoren, MFA, multifunctioneel aanbod, en WIG, een wijkgerichte interventie. Wat doe je nu als IOG-team, om dat even als uitgangspunt te nemen? Je vergelijkt je met anderen die een soortgelijk aanbod hebben. Je bent aan de ene kant gerust, want je zegt, nou, wij doen het eigenlijk best redelijk. Er zijn er nog die het slechter doen en wij zitten boven de kritische grens van 0,5. Maar je kan ook ambitieus zijn en kijken naar andere teams, zoals MFA en WIG, die het beter doen. En je zou kunnen zeggen, kunnen we daarvan leren? Wat doen die teams met misschien wel dezelfde soort gezinnen, wat wij niet doen en wat wij misschien ook zouden kunnen doen om het volgend jaar weer beter te kunnen doen? Dit is een voorbeeld van een benchmarking op macroniveau, omdat het niet gaat om één team, maar het gaat om de gegevens van landelijke werkende behandelvormen bij elkaar. Tot nog toe hebben we veel cijfers besproken. Het kan toch een beetje de indruk wekken dat het een saaie aangelegenheid is, dat meten. Dat is toch niet waar. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken hoe je als therapeut met je cliënt gegevens kan bespreken en je werk te verbeteren. En ik heb laten zien hoe je ook als behandelcoördinator van een team gegevens kan bespreken om je team te verbeteren. En het klinkt misschien gek, maar in dat soort situaties krijgen mensen ook het gevoel dat meten best leuk kan zijn. Er is iets spannends aan, er is iets uitdagends aan en het is gewoon leuk om te doen. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. Van meten word je als behandelaar beter. En van meten worden ook cliënten beter. En dan is de hypothese dat meten een algemeen werkzame factor is voor effectief hulpverlenen. Een algemeen werkzame factor betekent dat hij het altijd doet, ongeacht het type behandeling. Ik had het net over een gezinsbehandeling. Ik had in het begin over een behandeling van een meisje van depressie en een jongen met externaliserende gedragsproblemen. Ongeacht de behandeling, ongeacht de insteek, als je gaat meten, doe je het altijd net iets beter dan als je niet meet. En ik wil die twee stellingen, meten maakt behandelaren beter en meten maakt cliënten beter, nog even toelichten. Meten maakt therapeuten of behandelaren beter. Daar zit de feedbacktheorie achter. Het plaatje ga ik u zo uitleggen. De feedbacktheorie is eigenlijk een heel simpele theorie die inhaakt op wat ik aan het begin van dit college zei. Door een doel te stellen en acties te ondernemen, heb je een richting waarin je wil gaan. En door regelmatig te meten, hou je bij of je wel in de goede richting gaat. En als je niet in de goede richting gaat, dan ga je bijstellen. Dat is een discrepantie tussen wat je wil en waar je hoopt te zijn. En de feedbacktheorie zegt alleen maar, als je ziet dat je afwijkt, dan ga je bijstellen om toch in de richting te gaan. Iemand die veel onderzoek gedaan heeft naar deze theorie is de Amerikaan Michael Lambert. En dat plaatje wat ik hier laat zien, dat is een samenvatting van zijn eigen onderzoek met honderden cliënten in de volwassen psychiatrie, waar hij het meten heeft geïntroduceerd. En u ziet op dit plaatje vier condities staan, van lichtblauw naar wat donkerblauw. En in die vier condities kregen alle patiënten dezelfde soort behandeling. Ze waren willekeurig toegewezen aan die condities. Ze kregen, zoals het heet, de gebruikelijke zorg. In de meest linkse plaatje, de lichtblauwe, kregen ze alleen maar de gebruikelijke zorg. Er werd er wel een voor- en nameting gedaan, maar die gegevens gingen in de computer en niemand zag er wat van. Je ziet dan dat zo'n 20%, ruim 20% van de cliënten verbeterde. Die maat die daar links staat, het heet reliable change, is ook een soort effectsize. Het gaat om de betrouwbare verandering. En zoals ik al zei, 20% gaat dan betrouwbaar vooruit als er alleen gemeten wordt en niks met die metingen gedaan wordt. Je ziet dat het percentage cliënten dat verbetert toeneemt als er meer met de metingen gedaan wordt. Het op één na linkse balkje is het aantal. Het geeft aan hoeveel procent van de cliënten, bijna 40%, erop vooruit gaat als de therapeut feedback krijgt. Dus de therapeut krijgt die plaatjes te zien, die ik net ook liet zien. En die kan met die plaatjes kan die kijken hoe ver die opschiet in de richting van zijn doel.
En ik kan bepalen of er acties nodig zijn om misschien bij te sturen. Dan is er al een drastische vooruitgang. Als de, niet alleen de therapeut, maar ook de cliënt feedbacken, dus de cliënt ziet ook die plaatjes, en de cliënt en therapeut spreken samen over die plaatjes, over die profielen, dan zie je dat de effecten, dat is het tweede balkje van rechts, nog weer groter worden. En het effect is het grootst als er feedback gegeven wordt, maar ook nog suggesties komen vanuit het onderzoek, of dit is ook vanuit een computerprogramma, in welke richting de therapeut het zou kunnen zoeken om mogelijk veranderingen op het spoor te komen. Je ziet dan dat het effect van meten en extra ondersteuning het grootste is, dan verbetert meer dan 50% van de cliënten. En dit gaat vooral om cliënten die anders zouden afvallen of zouden terugvallen. En het is logisch dat bij die cliënten natuurlijk ook het effect het grootst is. Dus therapeuten gaan hun werk beter doen als ze geïnformeerd worden over de resultaten. Maar meten maakt ook cliënten beter. Er is een stroming in de literatuur, dat heet therapeutic assessment, therapeutische diagnostiek zou je kunnen zeggen. En die gaat ervan uit dat als behandelaren cliënten actief betrekken bij diagnostiek en evaluatie, tussentijdse evaluatie, en ook die uitkomsten van diagnostiek en evaluatie bespreken met hun cliënten, op een manier die oplossinggericht is, empathisch is, dus met begrip voor de cliënt, dat bij de cliënten iets doet. En ik heb het niet over de behandeling, want die wordt ook gegeven, maar ik heb het over het bespreken van de metingen. De cliënt krijgt daardoor inzicht, gaat meer nadenken, reflectie, krijgt bevestiging van wat hij al weet of wat hij al kan, krijgt motivatie, krijgt bepaalde verwachtingen in welke richting het gaat met de therapie. En hij voelt misschien al een verlichting van de draaglast, omdat er aan de problemen gewerkt kan worden, en dat hij ook in beeld krijgt wat die problemen zijn en hoe die eventueel veranderen. Dat betekent, als dit soort processen bij de cliënt in gang worden gezet, dat er een afname van problemen en toename van competenties plaatsvindt, los van die behandeling, want die therapeutic assessment die vindt plaats in het voorstadium van de behandeling. En u voelt ook wel aan, als die behandelaar doet wat op deze dia staat, dan is hij eigenlijk al een beetje aan behandeling, maar hij is nog niet met de echte geprotocoleerde behandeling bezig. In beide voorbeelden, zowel bij de bespreken van de feedbacktheorie als bij dit plaatje of therapeutic assessment, gaat het dus om dat het meten niet het behandelen vervangt. Het behandelen vindt gewoon plaats, maar het meten is een extra factor die bewerkstelligt dat de behandelingen zoals die plaatsvindt nog een extra effect heeft. Wie in zijn organisatie aan de slag wil met meten, moet een aantal dingen bedenken. In de eerste plaats gaat het erom dat je goed aansluit. Zowel aansluit bij de inhoud van de behandeling, je moet natuurlijk meten waar je aan werkt. Ik zeg altijd, de knoppen waar je aan draait, daar moet je ook de metingen op instellen. En je moet aansluiten bij de mensen. De mensen die het doen, dat zijn de uitvoerende mensen, de coördinerende mensen. Medewerkers moeten niet het gevoel hebben dat het van bovenaf wordt opgelegd, maar dat het ook van hun is. Daarnaast moeten de metingen goed ingebed zijn. Je moet ingebed zijn in de lijn, de directie moet erachter staan. Er moet een visie en beleid zijn waar het meten een plek in heeft. De meten moeten in de werkprocessen een rol krijgen. De meten moeten onderdeel van het hulpverlenend handelen zijn. Niet iets wat erbij komt, maar iets wat er gewoon bij hoort. En er moet voldoende ondersteuning zijn, bijvoorbeeld door een aandachtsfunctionaris die gegevens meehelpt te verzamelen en te interpreteren. De ICT moet op orde zijn. En ook de financiering moet natuurlijk rond zijn. En de kroon op het werk is dan het benutten. En steeds gaat het eigenlijk bij dat benutten om vier stappen. Als je cijfers hebt, herken je ze dan? Herkent de cliënt zo bijvoorbeeld? Snap je ze? Kan je ze begrijpen, verklaren? Hoe vind je ze? Kan je ze waarderen, die cijfers? Vind je ze goed genoeg? Wijzen ze op een voldoende vooruitgang? En wat moet je daarna? Kan je stoppen met de behandeling? Moet je andere soorten interventies gaan inzetten? En die vier onderdelen, herkennen, begrijpen, waarderen, handelen, dat is een cyclus die steeds terugkomt als je uitkomsten bespreekt. Maar niet alleen uitkomsten bespreken, ook het meetproces zelf. De respons wordt het dan ook genoemd, van hoe goed worden die metingen nou verricht in onze organisatie, kunnen middels deze besprekingscyclus ook duidelijk besproken worden. Ik heb u in het voorgaande laten zien hoe mooi het meten kan zijn, dat het ook leuk kan zijn en dat u er wat aan heeft.
Ik ben misschien wat kritiekloos overgekomen, maar ik wil toch met u een paar gevaren op een rijtje zetten. Dat meten voor intern gebruik, daar ging het eigenlijk in het voorgaande voor over. Dat is prima. Daar wordt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg hoger van. Maar voor extern gebruik, voor financiers, is toch een andere zaak. En het algemene advies is voorlopig niet doen of heel voorzichtig aanpakken. Waarom? Ten eerste, het is heel belangrijk bij wie je meet. Bij sommige cliënten is veel meer vooruitgang te verwachten. Bijvoorbeeld cliënten met een angststoornis of met een lichte depressie. Dan voor andere cliënten met complexe gedragsstoornissen of met autistische stoornissen. Daar is minder snel vooruitgang te verwachten. En als je dan die twee groepen met elkaar van gaat vergelijken, dan zien financiers dat bij bepaalde soorten cliënten er meer vooruitgang geboekt en bepaalde instellingen misschien meer vooruitgang boeken dan andere instellingen, terwijl ten onrechte geconcludeerd wordt dat die instellingen dan effectiever zijn. Ze hebben gewoon problematiek die wat makkelijker te behandelen is. Dat wordt de case mix genoemd en het gevaar is dat je de bekende appels met peren vergelijkt. Een ander gevaar is dat er heel veel verschillende instrumenten mogelijk zijn om effecten te meten en we nog lang niet weten of al die instrumenten met elkaar wel te vergelijken zijn. Als je nou net een instrument kiest wat die effecten er wat makkelijker uitpakt, ja, dan ben je eerder spekkoper omdat je een ander instrument gekozen hebt. Het is een ratje toren instrumenten en het gevaar is dat het instrument het effect bepaalt en niet, dat er niet een reëel effect van de behandeling wordt gemeten. Een derde probleem is dat als je niet precies weet wat je meet, er ook een interpretatiegevaar kan ontstaan. Soms moet problematiek eerst wat erger worden bijvoorbeeld, om daarna af te nemen. Een bekend verschijnsel is dat jongeren die in justitiële inrichtingen worden opgenomen, die laten uit zichzelf heel weinig gedragsproblemen zien. Als ze meer zelfinzicht krijgen in de loop van de behandeling, dan is de kans heel groot dat ze bij een tweede meting juist heel veel gedragsproblemen laten zien. Dat vindt de behandelaar prima, want dan heeft hij een aanknopingspunt om behandelingen in te zetten. Maar de zorgverzekeraar die zal zien dat daar een negatief effect wordt bereikt. En dat is, als dat verkeerd geïnterpreteerd wordt, kan het ook financiële consequenties hebben. Deze gevaren bepalen of geven aan dat het voorlopig heel lastig is om zonder betekenisverlening, zonder over cijfers te spreken en goed door te praten, ze alleen maar te interpreteren. Ik wil natuurlijk conclusies trekken. Herhaald meten is op zich bewezen effectief, heb ik u laten zien. Kan daarom een algemeen werkzame factor genoemd worden voor effectief hulpverlenen. De praktische implicatie is, je mag het je cliënten niet onthouden. En als je een effectieve organisatie of een effectieve behandelaar wil zijn, is het advies, ga meten, gewoon doen. En ik eindig met een citaat van een psychiater die 55 jaar geleden, bijna 55 jaar geleden zijn tijd al ver vooruit was.